Ik werk als diëtist in een groot ziekenhuis. Ik heb dan de verantwoording voor de voedingsadviezen van zo'n 50 patiënten. Ik vind het gewoon heel leuk en ja, ik ben van niemand afhankelijk. In mijn vrije tijd ben ik heel veel bezig op een sportvereniging. Mijn vriend komt daar ook wel om mij aan te moedigen. In Nederland moet je als meisje op eigen benen kunnen staan. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Bij alle scholieren vanaf 16 jaar valt dit jaar de onderwijskaart weer in de bus. Deze onderwijskaart wordt je entreebewijs voor het volgend schooljaar. Vergeet het niet. Lever de kaart zo snel mogelijk in bij de administratie van je school. De onderwijskaart. Het enige entreebewijs voor het voortgezet onderwijs.